Ik weet het. Je moet het mij niet vertellen. Wat gaan de weken snel? Het is werelddinsdag, dus ik ben hier weer al bij jullie voor een nieuwe Insurance Tip Tuesday. Mijn naam is Gilles De Planke, ik ben onafhankelijk verzekeringsmakelaar en in deze video's geef ik jullie bepaalde tips en tricks omtrent jullie verzekeringsdossier. Tips en tricks voor zaken waarvan ik wekelijks, dagelijks hoor op kantoor dat ze wel een keer mislopen, dat er wel wat misverstanden rond zijn. En als er hier wat misverstanden rond zijn, dan zijn er ongetwijfeld ook bij jullie soms wel een keer vragen of misverstanden rond bepaalde topics over verzekeringen. In deze specifieke video gaan we het hebben over vandalisme op uw wagen en wat dat van gevolgen heeft voor de Omnium-verzekering. Na de intro. De Omnium-verzekering die alle mogelijke schade aan jouw wagen dekt. Je kent ze wel. Ik ga hier ook even verwijzen naar mijn veel uitgebreidere Insurance Talk video, waarin ik het vorig jaar, of is het al 2 jaar geleden, had over de verschillen tussen de volledige Omnium-verzekering en de beperkte Omnium-verzekering. Ik ga die video linken in de beschrijving van deze video en die kan je dan een keer bekijken. Mocht het u interesseren om die verschillen te kennen, dat is wat uitgebreider. Maar hier gaan we het vandaag specifiek hebben over vandalisme. Bij een volledige Omnium is alle schade aan jouw wagen gedekt. Maar er zit wel een franchise op, een vrijstelling, een bedrag dat er uw lasten blijft, die je dus zelf moet gaan betalen. Dat kan heel vervelend zijn, zeker bij een geval van vandalisme. Als er een of andere poetlul beslist om met zijn sleutel een kras in gans uw auto te trekken, ja, dan is dat wel ambetant dat je zelf ook nog een deel van die schade moet dragen door middel van de franchise, door middel van de vrijstelling. Nu, het is zo dat bij de meeste verzekeringsmaatschappijen dat men in geval van vandalisme geen vrijstelling toepast als je binnen de 24 uren of binnen de 48 uur, dat is weer afhankelijk van maatschappij tot maatschappij, maar als je dus binnen die korte termijn na het vaststellen van het vandalisme aangifte gaat doen bij de politie, een klacht gaat neerleggen, dus noods tegen onbekenden. Met die klacht, met die PV, kan je naar je Omnium-verzekering en dan zal men geen vrijstelling toepassen. Conclusie van dit verhaal dus, kom je op een bepaald moment bij jouw wagen en zie je dat een of andere onverlaat die volledig bekrast heeft of daar met graffiti lelijke boodschappen opgezet heeft, ga dan klacht neerleggen bij de politie, dus noods tegen onbekenden, maar zorg dat je die aangifte hebt, zodanig dat je geen vrijstelling moet betalen in je Omnium-verzekering en dat de verzekeraar eigenlijk tussenkomt in de gehele schade. Voilà, deze video zit er alweer op. Zoals steeds, je kent de drills, geef mij een like, dat zou de max zijn mocht je dat doen. Ik leg hier echt mijn ziel in, ik steek er mega veel enthousiasme in, allemaal voor jullie. Dus ik zou het appreciëren als jullie de video's goed vinden, dat je ze dan een like geeft. Eén klik voor jullie, wereld van verschil voor mij. Abonneer je ook zeker op mijn kanaal, want dan blijf je als eerste op de hoogte van al mijn nieuwe video's en er komen er nog een heel pak aan. Heb je zelf een bepaald topic dat je graag behandeld zou zien hier in deze videoreeks? Geen probleem, reageer onder deze video of stuur mij rechtstreeks een mailtje met Gilles, niet met. Stuur mij rechtstreeks een mailtje op gilles@teamsuur.be en dan maak ik van jouw vraag misschien wel mijn volgende video. Wij zien elkaar volgende week terug. Tot dan!